Ik heb wel die nieuwe pyjama trouwens aan. Dat is deze. En toen bedacht ik me net in de supermarkt. Oh, ik vind dit zo lekker. Oh, het is echt erg. Ik schaam me echt diep. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. We zijn uit bed. Oh, ik heb echt zo slecht geslapen. Ik kon niet in slaap komen. En echt om 4:30 was ik nog wakker. En toen mocht ik 8:00 eruit. In ieder geval wakker worden niet uit. Maar goed, ik weet niet hoe laat ik sliep. Ik weet alleen maar dat ik 4:30 sowieso nog wakker was. En dat ik ervoor echt klaar wakker. Dus ook niet... Wat je soms hebt, dat je dan in slaap valt en dan weer wakker wordt en slaapt wakker en dat je niet heel veel slaapt, maakt niet uit. Maar echt gewoon pling, wakker in je bed, als dat door je hoofd gaat omdat je te wakker bent. En gewoon niet kunnen slapen. Nou, eigenlijk kan ik wel opvegen vandaag, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik heb wel die nieuwe pyjama trouwens aan, dat is deze. Ik vind hem echt heel leuk. Hij zit echt super lekker. Hij is heel comfy. En ja, ik vind hem echt heel leuk. Dus ik ben hier zo super, super blij mee. Ja, al goede aankoop geweest. En nu ga ik even een stombijtje aan het maken. Dus ik ook even. Ah, zo lief. Wij vlogden natuurlijk elke keer al over de jumboplaatjes die Sarah aan het sparen is. En Machinka kijkt onze vlog altijd. En die kennen we. En die heeft nu... Oh, trek het er niet uit. Plaatjes gebracht die Sarah nog nodig heeft. Ik vind het zo lief. En je was zo blij, hè? Dus we gaan ze even afstepen van het briefje. En dan kan je vanmiddag bij oma... Kan je ze op je poster plakken. Dan ga ik vandaag naar oma. Ja, in ieder geval ik wel. Maar ik denk jij ook even. Oké, mama. Ja, we gaan... Even wachten. Ja, dat weet ik. Maar we gaan ze even doen. Wij gaan boodschappen doen. Ik heb me aangekleed. Ik heb deze oranje top weer aan. En ik heb echt een blackout waar alles van is. Deze broek van Wrangler. En ik heb... Kijk of dat lukt om het te zien. Mijn Guess sneaker wedges weer aan. En nu even boodschappen doen. Morgen barbecue, hè? Wat een goed idee. Morgen wordt het wat lekkerder. Ja, en het gaat beter weer eten, mama. Nou, we kijken morgen wel. Maar het is hartstikke lekker dan in de tuin eten. Voor vandaag hebben we al eten natuurlijk. Wat eten we dan? Wat heb jij nou uitgekozen van de week? Wat ik zei, nou, dat vind ik een goed idee. Pasta? Nee. Zo. Pannenkoeken. Ja! Rotti daar ook weer te eten. Rotti? Heb je opeens Rotti helemaal ontdekt? Het is niet eens echt rotzi, want het is het knorwereldgerechte rotzi. En toen bedacht ik me net in de supermarkt dat ik op 2 aardbeien na nog helemaal niks gegeten heb. 2 aardbeien net voor me gedaan. Dus ik heb even lekker croissantjes gehaald. Ik hou echt van croissantjes. Het is wel even fijn om wat te eten. Alleen croissantjes zijn niet echt goed... Voor de kilo's. Hi Mop. Hi. Is het gelukt? Tekenen voor jou. Ja, heb je dat gedaan? Nee. Oh. Maar jou gaat niet tekenen. Ik dacht dat je het in de tuin ging doen, zodat ik het sowieso niet kon zien. Moet je oppassen dat je het niet weer verklapt, hè? Dat kan. Wat is een banket? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik zal wel even een foto opzoeken, want anders ga je altijd er vanaf. En dan zoek ik plaatjes op voor een banket en server. Je krijgt zoveel uiteenlopende plaatjes. Wat is nou een goed voorbeeld? Dit vind ik niet echt een banket. Het is een schap in een winkel. Dit is bijvoorbeeld een banket. Oh, wat een gedoe net. Oké, heel verhaal. Ik
ga proberen enigszins kort te houden. Mijn telefoon geeft het een beetje op. Maar ik heb een Sim-only abonnement nog. En ik mag over 3 maanden gaan verlengen. Dus ik had geen zin om dan nu ingewikkeld te gaan doen. En een telefoon nu erbij en alles. En Marco had net een nieuwe en zijn oude was nog gewoon helemaal goed. Dus ik zei nou, anders neem ik die wel even voor nu. Dus ik denk, nou, dan ga ik mijn apps even vast opzetten. Ik had gelukkig mijn simkaart en mijn geheugenkaart nog in mijn oude telefoon. En dan kan ik die nog gewoon helemaal gebruiken. En ik wil mijn internetbankieren erop zetten. Heel de procedure doorgelopen. Doet hij het aan het einde niet. Ja, want dan moet je langs het kantoor, want je hebt geen nummer erop staan. Nee, ik wil ook mijn nummer daar niet in. Want ik wil niet al die dingen naar mijn telefoon gezonden hebben. Dat is een bewuste keuze. Ik wil gewoon mijn app gebruiken. Maar goed, ik zal dus wel moeten. Geen probleem. Maar dan wil ik dat dus invoeren. Maar dat is dus waarom ik dat in het verleden niet gedaan heb. Omdat ik dat niet wilde. Nu heb ik dus geen keuze meer. Prima. Dan wil ik het dus op mijn telefoon kunnen invoeren. Gaat niet. Moet je langs het kantoor. Maar ik denk, ik kan nu niet langs kantoor. Dus ik kan nu mijn internetbankieren er niet op zetten. Maar die oude telefoon, die was het echt aan het opgeven. Hij reageert gewoon echt opeens heel slecht. Sinds gisteren of eergisteren. Dus ik kan heel slecht intoetsen opeens. Nou, dat is echt vervelend. Maar ik regel al mijn geldzaken via die telefoon. Dus ik wil gewoon mijn internetbankieren. Ja, kantoor. Ik ga nu naar een afspraak met Sarah, daarna even naar mijn moeder en dan gelijk Sarah ophalen. Dan heb ik ook niet de tijd, dat red ik niet, om dan heen en weer te gaan. Dus ja, ik moet echt gaan kijken wanneer dat kan. Maar dan denk ik, laat me dat dan gewoon op die telefoon ook invoeren. Ik bedoel, je hebt mijn pasgegevens, je hebt alle gegevens, ik weet alle wachtwoorden, ik kan overal in. Dus je weet dat ik het ben. Waarom kan ik dat dan niet gewoon in die app invoeren als jij mijn nummer daaraan wil koppelen? Waarom moet ik langs kantoor? Het gaat helemaal nergens over. Dus ik had gebeld. Toen zei ze ook, ja, is heel raar, maar ja, zo werken we, want dan weten we zeker dat jij het bent. Nee, ik voer alles in omdat ik het niet ben. Daarom weet ik al mijn gegevens, al mijn wachtwoorden, al mijn codes. Kan ik van het ene apparaat waar ik geregistreerd kan inloggen erin en bij het andere... Ik heb toch al lang aangetoond dat ik het ben. Want anders klopt jullie systeem toch niet? Waarom? Ik bedoel, ik kan van al mijn passen, alle codes, alle gegevens, pasnummers, alles invoeren. Dus ik ben even zwaar geïrriteerd. Want ik wil gewoon dat het werkt. Voordat die telefoon het opeens dus wel opgeeft. Nu was ik dus wel bezig om de rest allemaal over te zetten al. En nu loop ik dus met 2 telefoons. En dan ga ik maar kijken of ik morgen even kan schuiven en plannen kan verzetten, zodat ik dus naar dat kantoor kan. Maar ik wil echt zoiets van waarom? Waarom? Mama, moet waar zo? Ga ik dan morgen naartoe? Nou ja, dan moet je mee, hoor. Nee. Ja, maar het zal niet heel lang duren, maar het is gewoon irritant. Ik kom. Jam, jam. Wij eten lekker pannenkoeken. Jam, jam, jam. Zeg eens al lekker de bedje in. En toen dacht ik ga die telefoon verder doen. Toen kreeg ik dit. Update. Dus ik ga maar vast editen. En ik heb Apple's. Ik heb UFO's. Die heeft mijn vader voor me meegenomen. Dat is dat hier. Ik denk, wat hoor ik opeens? Oh, ik vind dit zo lekker. Toen ik zwanger was, ik kon niks zuurs eten. Ook wel lekker gericht. Behalve dus deze. Echt, die kon ik dus heel de dag eten. Zo lekker. En zo fout. Oh, het is echt erg. Ik schaam me echt diep. Ik was dus... we waren Dark aan het kijken. En toen ging Marco naar bed. En ik denk, nou, dan doe ik even snel nog wat dingetjes overzetten. Ik weet niet of ik dat verteld had. Maar je kan alles in één keer overgooien. Maar ik doe dat eigenlijk het liefst niet. Want... ik vind dat een mooie gelegenheid om je telefoon echt uit te zoeken en na te lopen. Dus ik ga eerst bijvoorbeeld al mijn contacten langs. Soms staan contacten er opeens 2 keer in of een oud nummer. Of getrouwde namen zijn een andere naam geworden. Ik
loopt helemaal langs. En dan schoon ik het helemaal op. En dan zet ik het over. En er staan zoveel apps op mijn telefoon die ik niet meer gebruik. Ik heb apps van winkels die niet eens meer bestaan. Echt. Nou, op een gegeven moment gaat telefoons ook vastlopen omdat ze natuurlijk te vol staan. Dus ja, dan hoeveel vriendinnen om me heen ik niet heb die amper een foto kunnen maken op hun telefoon. Omdat die te vol staat en dat ze dan echt iets moeten wissen om een foto te maken. Ja, daar hou ik niet van. Dat is echt niet mijn ding. Dus elke keer als ik een ander toestel heb, maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik om een grote opruiming te doen. Maar goed, de moraal van het verhaal. Ik was daar dus druk mee bezig. En toen keek ik op de klok net. En echt al 1:30. En ik had me zo voorgenomen na een slechte nacht. Ik ga op tijd naar bed en ik ben heel de dag moe. En dan denk ik, nou, ik doe het nog even een kwartiertje. En ik ben gewoon meer dan een uur verder. Het gaat echt helemaal nergens meer over. Maar goed, lang verhaal kort. Ik ga naar mijn bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien.